Kees van Dongen, ja. Keesie. Dood gewoon, Keesie. Als je opgevoed wordt en je leeft en je wordt groot met zo'n man, dan... Voor mij was het niet een schilder, het was Keesie. Trouwens, ik herinner me dat een paar jaar voordat Matisse stierf, toen was ik bij hem. En toen vroeg hij mij of ik van Signac hield. Ik zeg, ja, waarom? Herinner je niet, toen je een klein meisje was, toen heb je mij gezegd... Als ik groot ben en rijk, dan koop ik Signacs. Toen heb ik jou gevraagd dat je van ons dacht, van mij. Toen heb jij geantwoord, oh jij Matisse, dat gaat wel. Maar de anderen heb ik niet graag. Nee, die zijn... En wat is Keesie? Je vader. Wat denk je van zijn schilderzaak? Keesie is geen schilder. Het is Keesie. Als kind gebeurt het zo. En als de man bekend wordt... dan vind je dat heel gewoon. Je hebt er absoluut geen... hoe kan ik dat zeggen? Het is zo gewoon. Je leeft, je wordt ermee grootgebracht... Dus je vindt het helemaal niet extraordinair. Op 26 januari 1877 wordt Kees van Dongen in Delfshaven onder de Hoog van Rotterdam geboren. Na het gymnasium volgt van Dongen de schildersopleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Op de academie leert hij Augusta Preitinger kennen. Kees en Augusta, die Guus wordt genoemd, krijgen een relatie. In 1899 verlaat Guus Rotterdam om in Parijs te gaan wonen en werken. Parijs 1900. Kees van Dongen heeft de Franse hoofdstad al vele malen bezocht. Maar in maart gaat hij er definitief wonen. Samen met Guus betrekt hij een huis in de wijk Montmartre. In juli 1901 trouwen ze. Kees voorziet in hun onderhoud door als tekenaar te gaan werken voor geïllustreerde tijdschriften zoals Frou Frou, Le Rire en Gil Blas. Op 18 april 1905 krijgen Kees en Guus een dochter, Augusta. Ze noemen haar Dolly. Beste moeder, deze keer schrijf ik u daar Guus wat rust moet nemen. Want we hebben een kindje, een springlevend meisje. Guus is vanavond om 8 uur bevallen. Ze is heel goed en voelt zich zeer gelukkig. Ze heeft u niet vooruit willen schrijven, daar ze bang was dat u dan ongerust zou zijn. Alles is prachtig gegaan. Ik schrijf u later nog wel uitvoerig. Ik heb het nu zeer druk. Hartelijke groeten van ons drieën, Kees. Het schilderachtige en dorpse Montmartre, sinds 1860 het 18e arrondissement van Parijs, is een aantrekkelijke en inspirerende omgeving voor veel kunstenaars. Talrijke schilders hebben er hun atelier. Het groeiende aantal cabarets en dansgelegenheden maken van de wijk tevens een cosmopolitisch uitgaanscentrum. Gedurende haar eerste 4 kinderjaren wordt Dolly in Montmartre omgeven door kunst en vertier, molens en groen. Als kleinkind, god, nou ja, ik was altijd in het atelier, goed, veel buiten, omdat in Montmartre in die tijd was dat een, dat was nog zeer, met trouwens een grote Franse schrijver, die heeft een boek geschreven, dat heet Le Château des Brouillards, dat is, en daar vertelt hij hoe Montmartre was in het begin van de eeuw, dat was een klein dorpje, in het midden van een grote stad op een heuvel. En er waren kleine huisjes, houthuisjes, er waren molens. En eromheen was Parijs.
En daarboven, ja, was een hoop groen. Je had boompjes en bosjes. En het was nog een erg dorp, een dorp in die tijd. Nu is het dorp verdwenen, natuurlijk. Maar er was echt frisse buitenlucht, had je er. In 1905 verhuist het gezin van Dongen naar het ateliercomplex Le Bateau Lavoir. Het pand wordt gedeeld met Pablo Picasso en diens levensgezellin van dat moment, Fernande Olivier. Fernande en de kleine Dolly worden vriendinnen. En Dolly's speelterrein wordt uitgebreid met het atelier van Picasso. Nou, iedere dag kwam ik er. Het was hetzelfde huis, dezelfde etages. Je hoeft alleen maar 3 treetjes naar beneden en 3 treetjes naar boven. Ging ik Fernande halen of met de hond van Picasso. Picasso had de hond die Frika heette. Een reuze hond van mij. De hond was bijna groter dan ik. Dus dat vond ik prachtig, zoiets. Reusachtig mooi. Fernande was een Française. Het was een zeer begaafde vrouw, had vele talenten. Ze kon zeer mooi voordragen. Ze kon schrijven. En ze sprak een schitterend Frans. Ja, ze had een heel mooi bovenlichaam. Prachtige buste. Heel mooi gezicht. En beneden, de benen en de neder, dat was een beetje de vrouw van Mayol. Begrijp je wat ik bedoel? Zeer zwaar. Daar hield Kees niet van. Hij hield van slanke mensen. Dus hij heeft haar ook nooit vol uitgeschilderd. Altijd als buste. Al de schilderijen die hij van Fernande heeft gemaakt, zijn tot hier. Le Bateau Lavoir in de Rue Avignon 13 was vroeger een gammel houten gebouw. In 1970 ging het complex in vlammen op, maar het is nu weer gerestaureerd. We hebben maar een jaar in de Bateau Lavoir geweest. Picasso heeft er jaren gewoond. Maar wij zijn gauw verhuisd voor de Bateau Lavoir, want Kees vond dat niet, het was geen woonhuis, het was een atelier. Nou, hij was toch aan een woonhuis gewend en Guus ook. Het woord vader heb ik nooit uitgesproken, heb ik nooit geweten wat het was. Want iedereen die noemde hem Kees en mij noemde ze Gussie. Dus ik zei Keesie. Maar het woord vader heb ik nooit tegen hem uitgesproken. Zelfs niet later. Ik heb nooit, het was een, we waren, ja. Ik hield van hem, hij hield van mij. En het was reuze gezellig, maar ik ben opgevoed met alleen volwassen mensen. Dus ik was eigenlijk een klein blaagje, maar die met alle volwassen mensen zeer op de gemak was. Ik had geen zusjes, geen broertjes, geen kleine kameraadjes. Ik was altijd met volwassen mensen. Dus ja, ik vond alles zeer normaal. Mijn moeder was, ik was voor haar mami en zij was voor mij Gruus. Ik was de moeder, zij was het kind. Trouwens, al heel klein blaagje, heb ik altijd aan mijn moeder gezegd, eigenlijk, ik ben ouder dan jij. Want ik ben 18 april geboren en jij 18 oktober. Dus ik ben ouder dan jij. En dat is altijd zo mijn hele leven geweest. Ah, ze was een hele mooie vrouw. Ik was altijd jaloers op haar. Ik zei altijd, ik lijk op de Van Dongen en ik lijk niet op jou. Ik vond het erg sneu dat ik niet op mijn moeder leek. Dat is een prachtvrouw. Ze had een buitengewone figuur, een buitengewone elegantie. Alles was mooi in haar. Tot aan 1917 ontleent Kees van Dongen veel van zijn onderwerpen aan het Parijse uitgaansleven. Maar zijn vrouw Guus blijft voor hem een constante inspiratiebron. Maar Dolly is een topmodel. Vanaf haar geboorte in 1905 tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog portretteert Kees zijn dochter in een reeks kleurrijke en vertederende schilderijen. Ik verkleedde me altijd. De minuut dat ik thuis was alleen, had de kast open en verkleedde mij.
Vandaar dat op de meeste schilderijen die hij van mij gemaakt heeft, heb ik altijd een hoed van mijn moeder op. Of de schoenen van mijn moeder aan. Ik heb altijd iets aan wat niet van mij is. Toen ik voor dit portret poseerde, dat heeft geloof ik 5 minuten geduurd. Want na 5 minuten had ik er genoeg van. Toen zei ik tegen Kees, felle fond. Alsof ik een grote schilder was. Ik wist precies hoe dat heette. Dan moest dit verder, niet ik. Maar dat is heel gauw gemaakt, het schilderij. Ik geloof in een uur en het was klaar. Altijd met mijn handen op de rug. Mijn vader zei, wil je poseren? Ik zeg, ja, hoeveel betaal je me ervoor? Dat je als een model krijgt, 5 francs. Ik zeg, nee, dat is de prijs van voordeurig. De prijs tegenwoordig is niet 5 francs, minstens 25. Goed, maar je mag mijn gezicht niet schilderen, want ik wil niet hebben dat ik herkend word. Toen heeft hij me gezegd, je bent toch veel te lelijk dat ik je gezicht zal. Zo is het gebeurd. De meneer was een pure fantasie, die was er helemaal niet bij. Jammer misschien, het lijkt wel een aardige vent dit. Is niet gek gebouwd. Hè? Huh? Kees van Dongen is een belangrijk schilder geworden. Samen met Henri Matisse, Maurice de Vlamink, André Derain en anderen behoort hij tot exponenten van het fauvisme. Een stroming in de schilderkunst die gebruik maakt van felle en gewaagde kleurcombinaties. Het oeuvre van Kees van Dongen omvat ook talrijke portretten van expressieve danseressen, gesluierde vrouwen en sensuele naakten. Deze nadrukkelijke erotiek onderscheidt hem van de overige fauvisten. Zijn schilderijen leveren hem menig succès de scandaal op, zoals tijdens de Salon d'Automne van 1913. Het schilderij De Spaanse Sjaal wordt door de politie verwijderd. Guus heeft ervoor geprobeerd. Zeg ik tegen Kees, wat is dat gekke mannetje daarnaast? Toen zei hij, dat ben ik. Dat lijkt niet op je, zeg ik, ijskoud. Allicht, als kind. Zegt hij, ik bedel de liefde van je moeder. Is dat niet mooi? Of het waar is, weet ik niet. Maar het was mooi gezegd. Wij gingen met de 30 juni naar Nederland om de zomervakantie door te brengen in Scheveningen. En toen brak in augustus de oorlog uit. Toen heeft Guus een telegram gestuurd aan Kees om te vragen wat ze doen moest. En Kees die heeft teruggetelegrafeerd. Tegen dat de school weer begint is die oorlog afgelopen. Blijf rustig zitten in Scheveningen. Ja, maar toen konden wij niet meer weg. Toen konden we niet meer uit Nederland, dat was een front van Duitsland tot de zee. Dus je kon niet over België naar Frankrijk terug, je moest over Engeland terug. Maar er waren onderzeeërs en iedere 5 minuten vergingen er schepen. Trouwens, we hebben het geprobeerd vanuit Vlissingen om naar Parijs te gaan. En toen wij op de boot waren in de haven van Vlissingen, toen hoorden we een ontzettende ontploffing en zagen op zee. Dus een paar 100 meter van ons vandaan is een schip op een mijn gesprongen. Toen heeft mijn moeder gezegd, nee, nou, ik waag het niet. Maar we dachten nooit dat die oorlog zo lang zou duren. 4 jaar is lang. Is zeer lang. En ja, toen heeft hij gezegd, nou ja, hij is nooit gescheiden. Ze zijn nooit gescheiden.
Maar ja, hij wilde niet meer. Samenleven interesseerde hem niet meer. En ik interesseerde hem ineens ook niet meer. Want ik was zijn speelgoed geweest. Ineens was dat speelgoed weg, via ja. Ik kom terug als een lang ding wat hij vergeten had. En hij herkende me niet. Maar tussen Kees en Guus, ze zijn nooit gescheiden, maar ze hebben ook nooit gevochten. Ze heeft aangenomen en hij heeft zijn leven veranderd. In 1916 ontmoet Kees van Dongen Jasmine Jacob, de zakelijk directrice van het beroemde modehuis Jenny. Jasmine brengt Kees in contact met haar welgestelde cliëntele. Kees en Jasmine beginnen een relatie en verhuizen in 1917 naar de Villa Said bij het Bois de Boulogne. Dankzij Jasmine wordt Kees van Dongen een peintre mondain, de portretist van de Parijse beau monde. Ik heb mijn moeder gezien die altijd was ze zeer treurig. Maar ze had een treurig gezicht, ze was altijd melancholiek. En ik heb gevoeld, ze heeft nooit gezegd, maar ik heb gevoeld dat ze ontzettend geleden heeft van de breuk door Kees en zij, het was haar jeugdliefde, haar grote liefde. En na de wereldoorlog, toen ik terug ben gekomen en toen Kees, ik sprong in de armen van Kees, Kees duwde me terug en zei, je bent er niet mooi op geworden. Toen heb ik een soort muur voelen opgroeien. En ik heb gezegd, ik wil nooit van iemand houden. Ik wil me nooit aan iemand hechten, want ik wil niet lijden zoals Guus geleden heeft. En ik heb altijd gezegd, ik wil nooit kinderen hebben. Ten eerste, artiesten die moesten helemaal geen familie hebben. Ze zou veel beter zijn voor iedereen. Ik moet zeggen dat het bij mij nog goed gegaan is. Maar er zijn toch artiesten die helemaal geen leuk, gezellig leven hebben gehad. Omdat ja, de vader was aan de ene kant, de moeder en de kinderen aan de andere kant. Ik was tussen twee artiesten, dus het ging goed. Ik hield van Kees, was dol op Kees. Maar Guus was degene die zei, dat mag je niet doen, dat moet je niet doen. Je moet naar school, je moet dit. Van hem mocht ik alles doen. Alles, alles. Kon de gekste dingen doen. Alles was goed. Dus Guus, mijn liefde voor Guus is eigenlijk een liefde van volwassen. Als kind voel je niet wat een prachtige vrouw je moeder geweest is. Als karakter, als liefde voor de mensheid, als gevoel voor alle kunsten. En toen ik volwassen was, heb ik het eigenlijk pas begrepen. Maar toen is zij geworden mijn kind en ik ben haar moeder geworden. En Kees is geworden een vriend. Maar ik had altijd het gevoel dat ik moest Guus bewaren. Ik moest Guus protegeren. Protegeren tegen haarzelf, tegen haar weemoed naar iets wat verloren was. Ja, zo was het. Mede door de contacten van Jasmine Jacob ontwikkelt Kees van Dongen zich tot een virtuoos portretist van ieder die rijk en beroemd is. In 1927 eindigt de relatie tussen Kees van Dongen en Jasmine Jacob. Dolly, die met haar moeder samenwoont, neemt de taak van Jasmine over. Ze treedt voor haar vader op als organisator van feesten en recepties en als gastvrouw. Snob is hij nooit geweest. Maar ja, wat wil je hebben als de mensen naar hem toe komen en hem meester noemen? Dat vond hij het gekste van de wereld. En dan zeggen, je moet absoluut mijn portret schilderen. Of waren de mannen die kwamen, mijn vrouw wil absoluut je portret hebben. Nou, dan zei hij, ja, zoveel. En dan deed hij het. Maar hij vond die mensen belachelijk met die manier van praten. Hij was helemaal geen boy meer. Alles behalve een boy meer. Goed, toen hij in Parijs kwam, toen heeft hij een beetje gedacht, nou ja, alle schilders hier hebben een
Lopen in sandaaltjes is gezond voor je leven. Blote voet in sandaaltjes. Maar als hij naar de stad ging, of hij ging s'avonds, had hij een donkerblauw colbert aan en zo'n bohoed. Hij was helemaal geen bohème in dat opzicht. Hij was misschien bohème in zijn levensbeschouwing, maar niet wat je noemt die schilders die zich verkleden om als een schilder eruit te zien. Dat haat hij. Hij vond dat niet leuk. Dat je kon zeggen, oh, die man die is beslist een artiest. Omdat hij een beetje gekleed was op een gekke manier. Hij was altijd zeer sober in alles. Kees had zwakke darmen. En eieren bijvoorbeeld, dat kon hij niet tegen. En hij lustte geen drank. En als er toen in die tijd, in de jaren 25, toen die cocktailparties zo in de mode kwamen. En dan gingen we naar cocktailparties en dan kreeg hij een dry martini en een tweede en een derde en een vierde en een vijfde. Maar de volgende dag vond de huisvrouw al de bloemen dood. Want al die cocktails die gingen in de vazen. Hij dronk graag een heel klein beetje, in zijn goede jaar. Vond hij heerlijk om een klein beetje rode wijn te drinken met een stuk kaas na zijn middageten of zijn avondeten. Maar dan dronk hij een half glaasje wijn. Hij was geen drinker. Hij hield niet van alcohol. En in die tijd na de Eerste Wereldoorlog in de jaren 20, dan had je al die Russische zogenaamde prinsessen en prinsen die hadden wat je noemt, tegenwoordig in nachtlokaal, maar het was zeer chic en zeer deftig en leuk en aardig. Maar het was zo netjes dat of, als je niet echt goed danste en niet wilde dansen, dan verveelde je dat. Het was geen toneel of zo. Het was voor de muziek. En Kees was dol op de Charleston en de ritme van de jazz. Trouwens, ik ook. Dat heb ik niet van hem geleerd. Maar ik jazzde direct toen de muziek uitkwam, ben ik begonnen te jazz. Oeh, ik ben zeer jong, mijn eigen leventje geleden. Toen het, doordat Kees en Guus uit elkaar waren. En ik was natuurlijk ook, ik vond niet leuk als een vriendinnetje van Kees beter gekleed was dan ik. Dus heb ik gedacht, ja, ik heb niet de duiten ervoor, dus ik moet werken om geld te verdienen. Om net zo elegant te zijn als die vriendinnetjes van Kees. En toen heb ik allemaal geleerd. Ik ging overdag naar school en 's nachts was ik telefoniste omdat ik Engels sprak en Spaans in een hotel, een groot hotel. En om het kort te maken, toen brak de oorlog uit. En toen werd die grote hotels allemaal in beslag genomen door de Duitsers. Toen heb ik gezegd, ik werk niet in een hotel met Duitsers. En ja, ik moet mijn leven verdienen. Toen heb ik een prima pand gehuurd in de Rue de la Paix, wat al jaren leeg stond. Dat was de chicste straat van Parijs met de grootste modezaken. En toen heb ik gezegd, ja, japonnen maken. Twee mouwen, de ene van een hoge rug en de andere een bont rug en een grote buste hier, een kleine buste daar. Veel te lastig, kan hoeden maken. Ik ben bij een vriendin geweest, die de première was in een zeer grote hoedenzaak in Parijs. En dan, na een maand kon ik modellen creëren. Toen heb ik mijn eigen zaak geopend. Ik heb de beste verkoopster gehuurd die je hebben kon. Want verkooptalent heb ik niet. Maar creatietalent had ik. En dat heb ik 26 jaar gedaan. Ik had net uit Amerika gekregen van een piloot die het me gebracht had van kennis uit Amerika, een hele ham. Toen waren we nog in die tijd, hadden we nog die kaarten voor voedsel en zo. En toen zeiden we, die ham, poef.
We hadden Guus 5 jaar aan hem gezien. En zei Guus, dan moet je uitnodigen die en die en die en die. Dan moet je zien dat je bossenslof, noemen jullie dat in het Hollands geloof ik. Een zekere groente. Dat is zo lekker met ham. Ja, bossenslof hebben we nog niet. En om 2 uur s'nachts toen, ik was erg ziek toen. Of ik liep met, ik had een soort, ik had mijn ruggenmerg weer. Een van die wervels of een scheef gaan zitten. Ik was een beetje, ik kon nog amper lopen. En 2 uur s'ochtends zaten wij nog te bewerken wie moest komen eten om die ham op te eten en wat ik erbij zou maken. En ik ging eigenlijk, ik had de deur tussen haar kamer en mijn kamer opengelaten. En ik hoorde dat ze een deksel op, ik hoorde, en toen, dat, ze had altijd een glas water naast haar bed en er was een, vanwege de stof, echt Hollands hè, stof, was er een dekseltje op. En ik hoorde dat ze dat dekseltje op de glas deed. Toen zei ik, heb je iets nodig? Nee, zegt ze, fijn. En nou goed, toen ik om 8 uur opstond en toen ik ging wekken met een kop koffie, toen lag ze te slapen en de ham was marmer. En toen heb ik een zon gezien. Ik heb gezegd, dat is de mooiste dood die ik aan iedereen wens. Ze is gelukkig ingeslapen. For always. Toen heb ik Kees opgebeld. En hij is direct gekomen. En na al die jaren dat ze niet meer met elkaar waren, stuurde Guus Kees een krans en toen zei hij tegen mij, krans zonder kaartje is van mij. En dan komt een krans binnen, ik heb nog nooit van mijn leven zo'n krans gezien. En wat van bloemen? Guus de lievelingsbloemen, toen zij een jong meisje was van 17 jaar, daar in Tulpen. Hij was dus niets vergeten. Guus overlijdt op 21 januari 1946. In 1938 ontmoette Kees van Dongen Marie Claire. 2 jaar later werd hun zoon geboren, Jean-Marie. Kees trouwt met Marie Claire in 1953. Na een aantal jaren verlaat hij Parijs en voegt zich definitief bij zijn vrouw en zoon in hun villa, de Bateau Lavoir in Monte Carlo. En toen Kees me voorstelde, toen zei dus mijn nieuwe secretaresse, want wist dat was een afspraak tussen ons, ik wist wat dat betekende. En ik zei tegen mij, ze praat niet, ze opent haar mond niet, ik heb haar verboden te praten, ze is te stom. Zo stom was ze niet, ze was heel pinter. Maar ja, ik ken haar amper. Ik heb haar bijna nooit gezien. Ik bemoei me met het werk van mijn vader tot haar renje, als ik zeg een renje, dat is, wat is dat? Tot zij de koningin wordt dan. En vanaf 1953 bemoei ik me absoluut niet met het werk van Kees. Ten eerste ken ik het niet, herken ik het niet. Het is een hele andere manier van schilderen. Het is een manier van schilderen, je voelt dat de man er niet meer in gelooft. En dat is met alle artiesten. Je gaat naar boven en je blijft jaren zo op. Op een goede dag ga je naar beneden. Als je de schilderijen van het eind van het leven van Renoir, dat is Renoir niet meer. Dat is iemand anders. Je kunt niet altijd tops blijven. Geen mens. Of je moet jong sterven. Jammer. Als iemand zo brillant is geweest en dat het eind van het leven zo langzaam verdwijnt. Het is beter direct te verdwijnen. Ik ben met haar altijd zeer vriendelijk geweest. Er was absoluut geen rivaliteit. Kon geen rivaliteit zijn van mijn kant. Omdat ze is niet de eerste vrouw die in Kees' leven was. En ik heb nooit een rivaliteit gehad met de andere vrouw. Met haar ook niet. Maar zij was bang dat achter haar rug Kees mij iets zou geven. Dat is de enige manier dat ik het begrijpen kan. Trouwens heeft mij eens kort gezegd. Ze heeft me een keer gezegd, ik zal niet ophouden voordat er niks meer is voor je. Nou, dat is me afgelopen. Maar ik vind het best hoor. Ik heb veel meer plezier van vrienden, van kennissen. Ik heb geen contact meer.
kan over niets spreken met haar. We hebben dezelfde smaak niet. En ik begrijp haar niet, het is de enigste. Morgens om 8:00 werd er aangekondigd dat Kees naar het ziekenhuis van Monte Carlo was getransporteerd. Toen ben ik met de vliegmachine naar Nice gegaan en met de taxi naar Monte Carlo, naar het ziekenhuis. En toen ik in zijn kamer kwam, was er verpleegster naast me. En ik keek me aan en hij glimlachte. En toen zei ik, weet je wie ik ben? In het Frans natuurlijk. Dan drukte hij op mijn neus en hij zei, dring! Hij noemde dat altijd mijn elektrisch belletje. Want als kind zie je altijd dat ik ook een neusje heb. Hè? Of al die portretten van me. Noemde hij mijn elektrische bel. Dus toen wist ik dat hij mij heel goed herkend had. Ofschoon ik hem geen 10 jaar gezien had. Mocht hem niet zien. Als ik naar het zuiden ging en ik belde op. Dan zei ze altijd dat hij niet thuis was. Of dat ze op reis gingen. Ik ben nooit in het huis geweest tot na de dood van Kees. Toen heb ik binnen mogen komen om mijn vader dood te zien. Ik was er nooit geweest. Kees van Dongen overlijdt op 28 mei 1968. De zonnige dingen van mijn leven. Alles wat treurig is, wil ik niet zien. Vergeet ik te zien. Soms dan, als je erover praat, maar ja, dan denk je eraan. Maar ik was ook een stijfkop hoor. Ik heb toch altijd gedaan wat ik wou. Ik heb me nooit onder de duim, nooit. Ik heb altijd gedaan wat ik wilde. En ik heb de meest fantastische mensen ontmoet. De mensen met een rijkdom in hun leven, in hun kunst, in alles. Ik heb grote schrijvers gekend, ik heb alle mogelijke mensen gekend. En ieder mens heeft een zekere rijkdom in zich. Vele mensen weten het niet te uiten en weten het ook niet rijker te worden. Die exploiteren hun rijk. Op het ogenblik nog, ik heb plezier in het leven. Ik heb plezier in alles wat ik doe. Als ik iets niet wil doen, dan doe ik het niet. Dan is het afgelopen. Maar alles, ik heb overal nog interesse in. Ik vind het jammer dat ik in 15 jaar niet het jaar 2000 zal zien. Met de ogen van vandaag. Als ik er nog ben, dan ben ik zeer afgetakeld hoor. Want nog 15 jaar, dat is een beetje lang. Maar ik vind het jammer, want ik zou alles wat nieuw, alles wat modern is, die fantastische dingen, of het, hoe heet dat, in de wereld, en op de maan, reis naar de maan, of op een van te dromen gewoon.